Dit is Means Kip at Work, het programma dat economische projecten van de provincie Friesland in beeld brengt. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Friesland profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Means Kip at Work. We zijn vandaag in Drachten, waarbij we te gast zijn, of eigenlijk misschien stiekem wel een beetje op visite gaan, bij Gauke en Joukje. En zij kunnen verbouwen dankzij jullie renovatiesubsidie. Ja, want door de renovatie van dit soort woningen verbetert de kwaliteit en wordt het aantrekkelijker voor nieuwe mensen om hierin te gaan wonen. De provincie heeft hiervoor in totaal 5 miljoen euro gereserveerd. Ja, nou, ik heb de handen al uit de mouwen. Moet maar weer, hè? Kluspak eens aan. Hoppa. Daar gaan we. De renovatiesubsidie is gekoppeld aan het woonoffensief van de provincie. Tijdens het woonoffensief werd de Friese woningmarkt sterker onder de aandacht gebracht bij particulieren. Eigenaren van nieuwe woningen met een aankoopsom van maximaal 180.000 euro konden tot 5.000 euro subsidie ontvangen voor de renovatie van hun woning. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het spoor van de renovatiesubsidie? Op Funda kwamen we een advertentie tegen waarin reclame werd gemaakt voor de subsidie. En toen is Gauke via Google gaan zoeken en nou, dat kwam toch vrij snel op het spoor. En nou ja, toen dachten we, goh, dat is wel iets wat heel goed voor ons van toepassing is eigenlijk. Ja. Nu hebben jullie het maximum van 5.000 euro subsidie kunnen krijgen. Wat heb je daarmee kunnen doen? Momenteel hebben we het dak volledig kunnen renoveren en isoleren. Het hele dak is afgeweest. Hier beneden, op de benedenverdieping, gaan we de hele vloer er nog uithalen. En komt een schuimbetonnen vloer in. Ook dat kunnen we met de behulp van de subsidie betalen. En daarnaast hebben we in de bovenverdieping hebben we alle tussenwanden eruit gehaald. En opnieuw tussenwanden geplaatst. En daarvoor gebruiken we het subsidiegeld. Wat vinden jullie ervan dat jullie gebruik hebben kunnen maken van deze renovatiesubsidie? Nou, dat is welkome verrassing, laat ik het eerlijk zeggen. We hadden het huis eerder gekocht dan dat we wisten dat er subsidie was. Toen wij de subsidie op het spoor kwamen, toen dachten wij van, nou, dat is fantastisch dat we hier gebruik van kunnen maken. En ja, deze woning is bij uitstek geschikt en past volledig in de bedoeling van de subsidie volgens mij. En het geeft ons de kans om versneld de renovatie door te voeren. Ja, en wanneer kunnen we hier nou echt gaan wonen? De bedoeling is in de zomer 2016 dat we dan hier kunnen gaan wonen. Okay. Ja. Ook echt wonen, dus dan is alles klaar? Of? Nou, niet alles klaar, maar wel bewoonbaar en dan vanuit daaruit kan de rest worden gedaan. Ja. Ja. En vergeet de plinten niet, hè jongens? Nee, altijd een puntje van aan. Karim, jij werkt voor de provincie. Kun je uitleggen waarom de provincie het zo belangrijk vindt om juist in dit soort projecten te investeren? Ja, naast dat de woningen aantrekkelijker worden, bevordert het ook de doorstroming van huurwoningen, de huursector. Ja, en dat breekt de verhuisketen op gang. En dat wil zeggen dat huurders sneller gaan overstappen naar koopwoningen zoals deze. En levert zo'n investering dan ook werkgelegenheid op? Ik hoorde net van Gauke, dat is wel mooi. Hebben hier al 15 man aan het werk. Er waren hier al 15 man aan het werk, laat ik het zo zeggen. Dus ja, in die zin breekt het werkgelegenheid op. En als alle andere subsidieaanvragen ook nog zoveel mensen aan het werk brengen, dat is zeker goed voor Friese werkgelegenheid. Ja, en hoeveel geld is er nu door mensen zelf geïnvesteerd in hun woning? Voor zo'n 2 miljoen euro is er geïnvesteerd in woningen, maar daar heeft de provincie 600.000 euro aan bijgedragen aan subsidie. Wat zijn precies de voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen? Willen ze nog in aanmerking komen voor deze subsidie? Ja, mensen die tussen 28 maart en 30 juni dit jaar een huis hebben gekocht tot 180.000 euro, die kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 5.000 euro. En dat kan nog tot 1 april 2016. Nou, overal waar we komen steken we natuurlijk een beetje de handen uit de mouwen. Zullen we dat hier ook doen? Zullen we Gauke even helpen? Goed idee. We moeten wel even aan deze put komen. Ja.
De renovatiesubsidie was voor het eerst ingezet tijdens het woonoffensief begin 2014. In het najaar van 2014 is de tweede tranche opgesteld. En tijdens het woonoffensief in 2015 werd de subsidie voor de laatste keer beschikbaar gesteld. Voor deze laatste subsidieronde is het budgetplafond verhoogd, zodat meer mensen een aanvraag kunnen indienen. Hiervoor is gekozen omdat door de verschillende rondes meer mensen aanspraak maken op de subsidie. Daardoor ook de kwaliteit van veel woningen verbetert en de doorstroming van de goedkope koopwoningen het grootst is. Ik vind het werk echt goed verdeeld zo. Ja. Nou, mooi. Jongens, ontzettend bedankt dat we even mogen kijken. Dankjewel. Provincie bedankt. Ja. Heel veel succes nog met de verbouwing. Het duurt nog eventjes. Ja, dankjewel. Ja en laat ons weten wanneer de housewarming is. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Ja, nou dankjewel. Leuk dat we even konden kijken. Top. Volgende week, ja, dan zijn we er weer. En waar zijn we dan? Ergens anders. Ja, precies. Dat weten we zelf ook niet. Tot volgende week.